Hallo lieve Leute, jongens en meisjes, welkom bij een nieuwe video. Mijn hoofdtelefoonkabel is net lang genoeg zodat ik buiten de deur kan staan voor dit intro. Hallo, welkom allemaal. Leuk dat jullie geklikt hebben op deze video. Vandaag is het Bunnydag. Waarschijnlijk als jullie dit kijken is Bunnydag al lang achter de rug. Maar vandaag, op dag van opname, is het Bunnydag in Animal Crossing. Fijne Pasen, dames en heren. Fijne Bunnydag. We gaan even kijken wat deze dag inhoudt. Overigens is het ook zondag, dus we gaan natuurlijk ook weer wat knollen kopen. Het is nu bijna 11 uur, dus we hebben nog maar 1 uur de tijd om knollen te kopen. Dat moet genoeg tijd zijn. Dus wij gaan eventjes kijken waar wij het goedkoopst mogelijk knollen kunnen halen. Animal Crossing New Horizons. Druk op A. Ik vind het nog steeds jammer dat alle Cherry Blossom is weggehaald uit de game. Ik vond het altijd wel een mooi gezicht hebben dat al die mooie roze bomen. Maar het is wat het is. Gisteren hebben we natuurlijk lekker wat vissen gevangen. Hebben daar nog een paar kompies mee verdiend. Dus die kunnen we lekker allemaal gaan uitgeven aan de knolpowers vandaag. En dat gaan we dan ook zeker doen. Maar voordat we dat gaan doen, moeten we natuurlijk eerst eventjes de ochtendspeech aanhoren van Isabella. En daar is ze met haar glaasje drinken. Goedemorgen allemaal. Het is zondag 12 april om 10:30 hier op Joneslands. Ik zei dat het 11 uur was, maar het was blijkbaar 10:30. Ik kan niet de klok kijken. Ik hoop dat jullie er zin in hebben, want vandaag is het konijnendag. Het plein trekt veel bekijks. Misschien hebben wij een speciale gast. Hint, hint. Het zal de konijn wel zijn waarschijnlijk. Er is vandaag sowieso een boel leuks te doen, dus zorg dat je even langs gaat op het plein. Dat was alles. Ik hoop dat iedereen een geweldig leuke dag heeft. Dankjewel Isabella. Wij gaan natuurlijk meedoen met Konijnendag en ik ga alles aan jullie laten zien wat Konijnendag inhoudt. Ik heb zelf ook geen idee, dus het is voor mij even nieuw als het is voor jullie. En look at that, dames en heren. Onze mooie zwarte rozen zijn ontpopt en ze zien er super episch uit. Mijn telefoon gaat. Het is waarschijnlijk Timmy, omdat ik gisteren nog een hele hoop vis heb zitten verkopen in de doos. Nou, 6000 lingels is niet een hele hoop. Maar dankjewel voor het belletje, Timmy. Look at deze zwarte rozen, jongens. Hell nice. Hopelijk kunnen we snel meer zwarte rozen krijgen. Daarachter loopt Daisy May alweer. En dat is natuurlijk de vrouw die wij op het moment even nodig hebben. Wij hebben een cadeautje van de academie. We hebben 80.000 punten bijna. Klasse S. Je bent er goed in. Meer dan 30.000 voorbij gegaan. Lekker man. Dankjewel voor een lekker cadeautje. En hier een liedje van KK Slider. Dankjewel, Moos. Ik hou van liedjes van KK Slider. Geef me alle liedjes van KK Slider. We hebben er zelf ook eentje gekocht. Dat was KK Country. En dat is mijn kauwgombalautomaat van gisteren nog. En dan hebben we hier de zilveren AWW pakket. We gaan steeds beter, joh. En KKK bananen. Oké, maar laten we eerst eventjes met Daisy meepraten. Want ik ben heel erg benieuwd hoe duur de knollen zijn op mijn eiland. Kom je knollen kopen om je zondag leuker te maken? Verse knollen direct van vrouw Jones Beurs. De knollen kopen voor 107 per stuk. Dat vind ik... Nee. Dat vind ik een beetje duur, Daisy May. Wij gaan eventjes kijken in de Discord natuurlijk waar op het moment de knollen het goedkoop zijn. Als het goed is, is 90 de goedkoopste prijs voor knollen op het moment. Dus daar gaan we natuurlijk eventjes voor zoeken. Een lekker plekje waar wij voor 90 knollen wat kunnen krijgen. Nou, laat ik eerst eventjes hier lekker wat geld begraven. Dat is ook wel belangrijk. Begraven. Hoppakee. Dus ik pak even mijn Discord erbij. Ik heb het gevoel dat we vandaag trouwens overigens alleen maar eieren gaan vinden en shit. Hey, look at dit. Ze ziet er echt super paasig uit. Oh, ze heeft ook een paasoutfit aan. Wat leuk. Waarom moet ik nou nog eieren uit de bomen vallen? Ik ook niet. Geweldig. Nou, dat is heel mooi. Ik durf te wedden dat we echt overal alleen maar eieren vinden. Oh nee, dit is een fossiel. Prima, moeten we ook hebben. Dankjewel. Het lijkt me wel leuk om voor vandaag, voor Eierendag natuurlijk, ook eventjes mijn outfits aan te gaan trekken. Ik heb heel veel outfits gemaakt voor Konijnendag. Oké, we gaan eventjes iets maken. Wij gaan natuurlijk eventjes zo'n lekker mals outfitje maken. Eens even kijken. We hebben, als het goed is, hebben we alles al gemaakt van de blueprints die wij hadden verzameld, zoals je ziet wel. Ik wil eigenlijk wel voor de jurk gaan. Wat mis ik dan nog? De jurk is wel goud, hoor. Oh, ik heb nog geen houteieren gepakt. Oké. We gaan voor de jurk, dames en heren. We gaan voor de feestelijke jurk. En niet met de hoed, maar we gaan het doen met de krans. Ik denk dat dat wel een mooi combi is. Eijurk en eikrans. Daar gaan we, dames en heren. I'm excited. Eikroontje erbij. Let's go. And there we go, dames en heren. Dit is onze outfit vandaag. Is het niet super nice? Ik vind het heel cute. We gaan eventjes alles wat wij hebben even opbergen in onze opslag. Gewoon puur omdat wij ruimte moeten gaan houden voor natuurlijk die knollen en dat geld. Dat is het eerste wat we gaan doen. Oké, we hebben de banaan. Oh. Yes. This is nice. En die andere, even kijken waar staat die. Country was het? Country volgens mij. Oh, hell yeah. I like this. Oh ja, we hebben ons zilveren pakketje. Waar plakte ik die ook alweer? Ik heb er eentje hier hangen. Ik kan hem er wel naast hangen. Aan de muur hangen. Oeh, nice. Okay, we gaan met een compleet lege inventory naar natuurlijk dat eiland toe. Om knollen te kopen. We need as much space as we can get. We zien er in ieder geval
pasig uit voor vandaag. Dat is wel belangrijk natuurlijk om mee te doen aan alle paasfestiviteiten. Dus ik ben blij dat ik er goed uitzie. Net zoals iedereen eigenlijk op dit eiland. Behalve deze meid. Deze meid ziet er... Kijk, iedereen heeft dat stomme outfitje aan. Kijk ze daar. Ik vind het mooi. Kijk ze maar gewoon gaan. Oh, daar is de bunny. Nou, hallo bunny. We gaan later al even met jou praten. We gaan eerst eventjes op pad naar een ander eiland om knollen te kopen. Wat een chaos in de Discord, dames en heren. Er waren 3 mensen die de goedkoopste prijs hadden. Dat is 90 klingels per knol. En ik zei tegen die 3 mensen, oké, wie als eerste komt naar dat eiland ga ik. En nu zitten ze allemaal achter elkaar te antwoorden. En ik heb de eerste persoon gekozen. Daar loopt Daisy mee al. En daar moeten we even mee praten. Dit eiland ziet er erg kaal uit. Het is Jochland, volgens mij. Maar dat maakt niet uit. Als de knollen goedkoop zijn, ben ik een tevreden persoon. Dus wij gaan eventjes praten met Daisy mee. Hallo. Je ziet er waarschijnlijk niet uit, maar dat maakt niet uit. Het is voor, alles voor Konijnerdag. Yo, Daisy May. Ik kom knollen maken. 90 klingels per stuk. Jeet de Piet. Laten we het doen. Joepie knor. Hoeveel zijn voor 90 per stuk, maar ik verkoop alleen bosjes van 10. Wij gaan voor het maximale aantal. Dat kost 252.000 klingels. Dat is niet hoeveel ik er wil kopen, mevrouw. Ik wilde veel meer kopen. Dit is niet eens alles. Oké, tot de volgende keer. Zit nou mijn inventory vol of zo? Is dat de deal? Want dit is niet eens alles. Ik had 1.5. Lash stressed helemaal. Ik weet niet. Ik had 1.5. Oh mijn god. Ja, dit is... Oké. Nou, dan ga ik eventjes mijn knollen thuis droppen. En eventjes wat geld op mijn rekening zetten. Want mijn inventory is te klein. Het is wat het is, dames en heren. Het is wat het is. Daarom had ik liever gehad dat mijn knollen op mijn eigen eiland gewoon het goedkoopst waren. Maar dat is helaas niet het geval. Maar oh my god. Dit wordt gewoon een paar keer op en neer, dames en heren. Dit wordt een paar keer op en neer. Oké, we droppen de knollen maar zo lang eventjes hier. Uiteindelijk gaan we ze natuurlijk netjes in een hekje zetten, zoals de vorige keer. Maar ik heb eventjes... dit is even de beste ruimte die ik op dit moment kan benutten. En dan laat ik mijn geld wel eventjes liggen bij Orval voor de deur. Gewoon puur zodat wij makkelijk dat geld weer kunnen oppakken als we hier aankomen. En gelijk weer weg kunnen. Want oh my god, dat kopen we veel knollen, dames en heren. We zijn lekker druk bezig op de aandelenmarkt vandaag. Maar het zou zo sick zijn als we dit allemaal kunnen verkopen voor zo'n enorme prijs, jongens. Oh my god, I can't wait. Oké, alle knollen liggen daar. Dat is mijn eerste lading. Nou ga ik eventjes wat geld droppen hier ergens. Hopelijk pakken mijn villagers het niet op. Ik denk wel dat ze zo lief zijn om dat niet te doen, toch? Even kijken. Kan ik... Waar is genoeg ruimte om dat te doen eigenlijk? Weet je wat? Ik leg dat ook gewoon naast die knollen neer op dat strand. Ik bedoel... Dan ligt het in ieder geval een beetje bij elkaar. Oké, ik heb nu 380.000 meegenomen. Ik weet niet of dat het maximale is. Maar daar komen we vanzelf wel achter. We gaan met deze 380.000 gaan we weer op pad. En dan komen we zo meteen terug voor de rest van ons geld. Pitstop nummer 2, dames en heren. En... Oké, de langs. Laten we nog meer uitgeven. Ik heb nu 385 op zak. Laten wij zaken doen, mevrouw Decimé. Ik wil al jouw knollen kopen. Dus even kijken, wat is het maximale aantal wat we kunnen kopen voor 360? Oké, dus als we 360 in ons hoofd houden, dan kunnen wij dus telkens 4000 knollen per keer kopen. Dus alsjeblieft, neem 360. Ik heb nog nooit zoveel geld in één keer uitgegeven. Dat is echt belachelijk. Maar het mooie is, als we weer kunnen verkopen, dan hebben we... Ook veel winst. Oh, dit is gewoon een hele invol. Oké, dus 360.000 is een hele invol. Dit hele veld, joh. Kijk dit nou. Oh, dit is heerlijk. Oké. We zijn nog niet klaar, dames en heren. We zijn nog niet klaar. Dus even kijken. Als het goed is... ik neem nog één zakje mee. 420 is al een beetje veel, hè? Oké, ik heb nou 3 ton. Ja, 3 ton moet genoeg zijn. Oké, we gaan weer. Tripje nummer 3. Waar is dat joch? Waar is dat knollen joch? Gevonden. Ze was een beetje aan het verstoppen joh. Ik wil gewoon eventjes knollen bij je kopen joh. Ah, ik heb nu 3 ton bij me. Was het 3 ton? Ik weet niet hoeveel. Maximaal is... Oh, dit is het... Oeh, ik hou 600 klingels over. Net had ik 4000 gekocht toch? Huh. Dus we hebben niet optimaal gebruik gemaakt van deze trip volgens mij, dames en heren. Maar oké. It is what it is. Dus even kijken, hoeveel heb ik er nu? Ja, ik heb niet optimaal gebruik gemaakt. Oké. Het wordt steeds meer. Oké, we moeten 360.000 meenemen dit keer. Dan is het in ieder geval een wat mooier bedrag. Eens even kijken. Laat ik even alles oppakken om te kijken hoeveel ik nog heb. In eerste instantie. Ik heb nog 6 ton. Oké, dus dan kunnen we op zich nog wel 1 tripje veroorloven. Hou nog 3 ton over. Dat is op zich wel
Op zich wel een goeie. Oké, 390 hebben we nu. Dat is prima. Oké, dan gaan we dat doen. En dan, dit geld is het laatste geld dat wij dan bewaren om in ieder geval nog wat te kunnen doen in ons eiland. Dat is op zich wel lekker om een klein beetje geld over te houden natuurlijk. Als we met een lege portemonnee dit spel moeten gaan spelen, wordt het erg lastig. Maar dan hebben we dan ook wel echt, heel veel knollen, dames en heren. En daar ben ik heel blij mee, want die ga ik allemaal weer verkopen voor ik hoop 500 de knol. En dan hebben wij pauper veel geld. En that's very nice. De laatste trip naar zijn stad, dames en heren. Dit is de laatste trip die we gaan doen. Ik heb zijn eiland echt geabused. Ik heb hem zoveel geholpen. Nou, ik heb hem eigenlijk helemaal niet geholpen. Ik heb mezelf, hij heeft mij heel veel geholpen. Dat is een betere term. Oké, laten we zaken doen. Mijn laatste 4 ton gaan we eventjes investeren in van die malse knolrapies. Maximaal aantal, daar gaan we. 4000 knolties. Hoppakee. Kijk eens alstublieft. Tot de volgende keer. En dat was hem voor deze week, jongens. We hebben iets meer dan een miljono uitgegeven aan knollen. Olleke bolleke Remy Solleke, olleke bolleke knol. And there we have it, dames en heren. There we have it. Ik zou er heel graag... Ik wil die jongen even helpen. Ik geef hem wel 100 knollen. Dat is wel zo lief. Is toch wel... Weet je, hij heeft toch wel zijn eiland opengehouden voor mij om 3 of 4 keer heen en weer te vliegen. Dus dan gun ik hem wel die 100 knollen. Thanks, man. Maar nu wil ik wel weer 100 knollen kopen. En we gaan terug naar mijn eiland, dames en heren. Thank you so much, Larsie Boy van Joch Island. Voor het gebruik maken van jouw decimé. Om voor mij zo goedkoop mogelijk knollen te kopen. We're getting out of here. Wij gaan de knollen allemaal even tussen het hek plaatsen. En dan gaan wij genieten van een heerlijke dag. Een heerlijke konijnendag. Op Jonesland. Nou, dan gaan we, dames en heren. Tijd om alle knollen te laten vallen die wij net hebben gekocht in het hok. Het hok is sowieso veel te klein hiervoor. Dus we moeten daadwerkelijk eventjes het hok gaan uitbreiden zometeen. Maar voor nu kunnen we het hier wel eventjes mee doen. En dat was hem. Dat was het vorige hok wat we hadden, dames en heren. Die zit gewoon proppie vol, joh. Moet je nagaan hoe sick veel of weinig knollen we eigenlijk de vorige keer hadden. Daar al 1 miljoen mee hebben gemaakt. En hoeveel we nu hebben. Dat is insane. Goed, wat ik ga doen... Dus ik heb even ruimte nodig hier, dames en heren. Ik heb geen schep. Dus ik kan het ook niet echt weghalen, die plantjes. Oké, ik ga mijn schep even halen. En dan gaan we eventjes ruimte creëren aan deze kant van het water. En terwijl ik lekker deze knolletjes weer ben aan het oppakken ben op het strand. En eventjes hekjes aan het plaatsen ben. En alle knollen weer aan het droppen ben op de plek waar ze horen. Zien jullie natuurlijk een lekkere fast forward montage van hoe ik dit allemaal aan het doen ben. Want het gaat waarschijnlijk nog eventjes duren, jongens. Dus geniet van de chill ass achtergrondmuziek terwijl ik al deze knolletjes eventjes op een plek leg. Ik heb legit nog maar 1 stack knollen die gewoon net even een beetje lullig uitkomt. Oh man, wat hebben we er veel zeg. Godsam, ik had niet verwacht dat ik mijn knolhok zo ver moest uitbreiden. Ik had zoiets van, ah ja, dit is wel een mooie uitbreiding. Dit voldoet wel zeg maar aan de eisen. Maar nee hoor, dames en heren, we moesten het knolhok ver, maar dan ook echt ver uitbreiden. Het was niet oké. Maar we did it, there we go. Laten we deze hele mikmak eventjes lekker weer insluiten. Niet, we doen hem volgens mij... Ja, we kunnen hem wel verdichten trouwens. We kunnen hem wel eventjes netjes dichtmaken, zodat er niemand in kan natuurlijk. Ik verwacht ook niet dat dat gaat gebeuren. Maar just in case is dat wel handig. Ik ben blij dat ik in ieder geval nog zoveel hack had van die keer dat ik al mijn kijkers ging uitnodigen. En dat ik iedereen wilde insluiten, want dat was wel eventjes nodig. En dan kunnen we mooi die plantjes kunnen we mooi even hier poten. Dus we doen eventjes een witte hier. En doen we even een rode hier. En de laatste doen we dan hier zo. Hoppakee. There we go. Look at this, dames en heren. Is dit niet mooi? We gaan eventjes zo inzoomen. En go. We're going. Knolpower. En dan maken we even een filmpje van. Dat vind ik wel leuk voor social media. Maar dit is echt intens veel, dames en heren. Woef. Oké, laat ik nog even snel het knolhok maar gewoon dichten. Want het hoeft niet open te blijven natuurlijk. There we go. En bam, shalabing, shalaboom, jongens. Dit zijn onze knollen. Dat is de opbrengst van vandaag. Goeie genade, dat zijn er veel. Hoppakee. En ja, deze blijven hier liggen totdat wij een mooi fatsoenlijk prijsje voor deze jongens kunnen vinden. En dan ga ik weer 1 uur besteden om alles te verkopen. Want ik heb legit 1 uur gespeeld. 1 uur en 8 minuten om al die knollen daarheen te krijgen. Legit. Dus dat was een flinke klus. Moet je nagaan dat als ik volgende week voor nog meer miljoen knollen wil gaan kopen, dat ik dan nog langer bezig ben. Maar goed, dat zien we volgende week wel.
Ja, wat gaan we nu doen? We gaan ons bezighouden met het paas-event, dames en heren. Dat is natuurlijk wat ik heb afgesproken. Voordat we dat gaan doen, gaan we eerst maar eventjes al ons geld dat we nog over hebben op de klingelautomaat zetten. Weet jullie nog dat hier al 1,5 miljoen stond, dames en heren? Laten we eventjes 220.000 op de rekening zetten, dat we nog 60.000 op zak hebben. Daar kunnen we wel wat mee. Die 220.000 is puur en alleen, zodat ik weer verder kan met de renovatie van mijn eiland. Dus bruggen bouwen, bruggen slopen, huizen bouwen, huizen slopen. En dat soort ongein, want dat gaat natuurlijk gewoon door. En daar hebben we geld voor nodig. Maar nu, het moment waar jullie op zitten te wachten. Hoe is het, Zipper? Hoepasje op, hallo, hallo. Kijk mij eens gaan. Ik ben Zipper, altijd spontaan. Ik ben de gelukshaas en vertel je graag wat je te wachten staat vandaag. Jippie, laten we klappen. Ik hou je niet tegen, hoor. Ik wil klappen, dat lukt niet. Zeg, ken ik jou, maar natuurlijk. Zo'n vriendelijke snoet vergeet ik nooit. Zo te merken heb je mijn eerdere bezoekjes geheim weten te houden. Netjes, netjes. Hoe dan ook, mijn favoriete dag is eindelijk aangebroken. Hop, hop, hoera. Ben je er klaar voor om konijnendag te vieren? Top, komt-ie, hoor. De tijd is aangebroken, Zipper is opgedoken. Eieren bij de vleet, het einde van je dieet. In rivieren in de grond, eet jij je buikje maar rond. Zoek ze hier, zoek ze daar, doe je best, geen gemaar. Snap je wat ik probeer te zeggen? Je kunt op deze speciale dag nog steeds op eierenjacht. Thanks. Hou je hoofd koel en vind 6 verschillende soorten eieren op dit eiland. Als je alle 6 soorten vindt, ligt er een mooie beloning voor je in het verschiet. Hasje me nou, ik heb een verrassing voor een hele speciaal persoon. Inderdaad, dat ben jij. Alsjeblieft, hier is een doe-het-zelfplan voor een eierboog. Die had ik nog niet. Je kunt maar beter hop aan de slag gaan en alle doe-het-zelfplannen vinden die ik heb verstopt. Voor wie al mijn doe-het-zelfprojecten maakt, heb ik een extra speciale beloning. Kom op, haasje. Volgens mij heb ik alles al gemaakt, toch? Want dat is legit wat mijn poging was. Althans, wat mijn doel was. Mijn doel was om alle doe-het-zelf-projecten van de paashaas te maken voordat de konijnendag er is. En volgens mij heb ik dat gedaan. Ik draag er zelfs nu eentje. En ik heb letterlijk een hele kamer van mijn huis ingericht op van die konijnen-shit. Nou oké, laten we maar gewoon mijn inventory vullen met elk soort ei wat ik heb. Want ik heb ze opgespaard voor die jongen. Ik zie alleen wel dat wij qua ballon-eieren en watereieren nog redelijk wat tekort schieten. Dat is het enige waar we misschien nog een beetje op achterlopen. Maar voor de rest zijn we redelijk voorzien met eieren, dames en heren. Zoals je kan zien hebben wij alles gemaakt wat er te maken valt. Maar er is dus wat nieuws. Oh, die moet ik nog even leren. Die zit nog in mijn inventory. De eierboog, dames en heren. De nieuwste... Het nieuwe do-it-yourself projectje, wat ik blijkbaar nog niet had. Hopsakee. Eierboogie is gemaakt. Nou, gaan we nu weer met onze vriendelijke konijn praten. Wacht, kun ik deze... Kan ik die ergens plaatsen hier, oh? Ah, daar is niet genoeg plek voor. Maar die kunnen we wel in onze paaskamer plaatsen, denk ik. Let's go. Dit is niet een item wat alleen maar buiten moet. Dit kan ook gewoon binnen geplaatst worden. Heel goed. Oké, eens even zien. Waar kunnen we die even een mooi plekje geven? Ik denk wel tegen deze muur aan. There we go. Dit is beter. Tuurlijk, als we een boog neerzetten, moet die wel bij de ingang staan van de kamer natuurlijk. Oké, look at this, dames en heren. Onze paaskamer is volgens mij compleet nu met elke do-it-yourself item wat er is, behalve het hek. Want die kunnen we niet binnen plaatsen. Laten we weer met onze konijnenvriend praten en te zien wat hij te zeggen heeft. Hallo Zipper, wat zeg je? Horen mijn oren het echt? Heb je echt alle plannen gemaakt die ik had verstopt? Ik zei het je. Ik dacht dat je wel een eind zou komen, maar dat het je is gelukt had ik nooit durven dromen. Nu heb ik geen enkel verzoek meer voor je. Wat? Boven dit laatste! Oh my god, dacht je echt dat het zo makkelijk zou zijn? De jeugd is echt niks meer gewend. Ik wil je nog vragen één ding voor me te doen en dan krijg je de beloning. Hier heb je alvast een doe-het-zelf-plan, dan zal ik het uitleggen. Hij skipt ook gewoon volledig het stuk dat ik gewoon alle eieren had voor hem, maar goed. Van de laatste taak word ik zo blij. Maak een pop die lijkt op mij. Ik verwacht een zippertuimelaar. Die knutselaar van jou, die knutsel jij zo? Een beloning krijg je deze keer echt. Geloof me, nu meen ik het oprecht. Oké. Dus we moeten nu nog een zippertuimelaar maken. I mean, ik heb volgens mij alle eieren op zak om dat te doen. Toch? Tenzij die echt heel erg duur is. Maar we gaan het zien. We krijgen hier nog een random do-it-yourself, twee do-it-yourselfies erbij. Laten we eens even kijken wat daarin zit. Waarschijnlijk, we hebben elke do-it-yourself-plan hebben we al. Dus het maakt niet uit. Eierwand hebben we ook al. Dus thanks nog voor je goede poging. Dan hebben we hier zet kartonnen dozen. Thanks! Dat is op zich wel goed, want we hebben heel veel kartonnen dozen gespaard. Dus we kunnen een hele mooie set kartonnen dozen maken. Ik weet dat er een heel interieur ding is van kartonnen dozen. Dus dat is best wel nice. Oké, de tuimelaar hebben we geleerd. Dus laten we even kijken of we hem kunnen craften. Staat hier bovenaan. Een tuimelaar. Ah, die kost 4. Nou, die is te doen. Is te doen. Gaan we gewoon maken. Zipper weet niet wat hem overkomt, joh. Deze man, die Zipper, die denkt... Oh, deze gozer heeft zich zo echt daadwerkelijk goed voorbereid. Hij kan alles gewoon in één keer maken. And it's true. I can.
Je gezicht is net een open boek. Je hebt alles gedaan wat ik heb gevraagd, nietwaar? Dus je hebt ook de zippertuimelaar gemaakt. Fantastisch, ik wist dat ik op je kon bouwen. Ja, ja, ik beloof dat ik mijn belofte niet zal vergeten. Hier is je super speciale prijs. Gefeliciteerd, Flappoor. Geeft hij me nou een doe het jezelf voor wat? Het is een super geweldig, fantastisch doe het zelf plan voor een eierstaf. Pog, wat zeg je? Weer een doe het zelf plan. Je mag blij zijn dat ze überhaupt een beloning is. Nu al dit knappe doe het zelf, je hebt nog wel een rijmsel verdiend. Ben je er klaar voor? Ik hou van rijmsels. Let's go. Je bent een winnaar. Het is waar. Gefeliciteerd hazenstaart. Reken maar. Hop haasje hop. Hop haasje hey. Dans lekker met me mee. Geniet nog even van deze speciale dag. Nu je verdiende ontspanning mag. Maar echt ontzettend bedankt dat je zo je best hebt gedaan. Oh ja, ik was vergeten om je nog iets heel belangrijks te vertellen. Het zit zo, als je ooit op een specifieke soort ei tegenkomt, of tekort komt, kan ik je een handje helpen. Ik geef je dan een soort dat je wilt als je me 3 van een ander soort geeft. Hop haasje hop, je kunt je geluk niet op. Je hoeft enkel laten we ruilen te zeggen, dan snap ik het. Kan ik je helpen? Ik heb eieren. Ah, eens even zien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hartstikke goed, je hebt alle 6 soorten. Yippie. Goed, dan neem ik 1 van ieder ijsoort. Is dat oké? Okay? Gang. Ik weet niet, dit is dus wat we net geskipt hebben waarschijnlijk. Top, alsjeblieft. Wat krijg ik ervoor terug? Een item. Wow, great. Het is een eiermand. Dat moeten we vieren. Komt-ie. Yippie. Dansen doe ik graag. Wat een geweldige dag vandaag. Haha, geniet van de rest van je dag. Wat kunnen we nog meer met hem doen? Ik heb eieren. Laten we ruilen, laat maar. Oh, krijg ik nou nog een eiermand of zo? Ik bedoel, geeft hij me nou gewoon infinite eiermanden? Alsjeblieft. dat moeten we vieren. Komt-ie. Yippie. Dans doe ik graag. Wat er toch bedacht vandaag. Goed, de rest van de dag. Hebben we nou gewoon 2 eiermanden gekregen? Eiermand. Eiermand. Oké. Maar we hebben wel de eierstaf. Dat is best wel pok. I mean, ik heb al een sterrenstaf. Dus op zich was de eierstaf niet echt nodig. Maar, I mean, het is nice. Laten we hem even maken. Ik denk dat het wel kan. Normaal gesproken hebben we daar sterrenfragmenten voor nodig. Maar laten we even kijken of we het kunnen doen met enkel en alleen eieren. Daar is die hoor, de eierstaf. Ja, ja, ja. Zie je, we hebben wel 3 sterrenfragmenten nodig. Dacht ik al. En een zipper en een zippertuimelaar. Oké. In plaats van eieren hebben we dus de tuimelaar nodig. Oké, laten we die even maken. Ik ben wel benieuwd. I mean, we hebben al een sterrenstaf zoals ik zei. Maar why not ook de eierstaf? Dan hebben we een keertje een ander soort staf. Oké, we gaan eventjes iets maken. En dat is natuurlijk de eierstaf. Daar gaan we. Met een mooie zippertuimelaar. Ik vind het wel jammer, want die zippertuimelaar had ik nog wel eventjes in mijn... had ik eigenlijk nog wel eventjes graag in mijn wereld willen zetten. Of kunnen we... Oh, wacht. Misschien kunnen we hem gewoon nog een keer maken. De zippertuimelaar is gewoon een item wat we kunnen maken, toch? Je moet er natuurlijk nog wel eventjes in onze paaskamer zetten. Anders is onze paaskamer niet compleet, hè, jongens. Kom op. Hoppakee, zippertuimelaartje is gemaakt. En dan gaan wij naar binnen. En dan zetten wij even al onze laatste items neer, dames en heren. De zippertuimelaar en de eiermanden gaan natuurlijk hier geplaatst worden. En there we go, we got it, dames en heren. Daar staat onze zippertuimelaar. We kunnen hem laten tuimelen, zoals je kan zien. Onze eiermandjes staan hier, oh. We hebben letterlijk gewoon Pasen uitgespeeld. We hebben Pasen uitgespeeld, dames en heren. Look at this. Heel nice. Oké, dan kunnen we als het goed is ook nog even onze staf inzetten. Laten we hem vasthouden. Hoe ziet hij eruit? Hij ziet eruit als een paaseitje. En hij werkt hetzelfde als elke andere staf natuurlijk. We kunnen daar onze kleding mee aanpassen. I like this. We did it, dames en heren. We hebben Pasen uitgespeeld. We done did it. De bellen van ons mooie centrum zijn aan het luiden, want het is precies 12 uur zoals je ziet op de klok. Wij hebben onze eierstaf, wij hebben Pasen uitgespeeld. En ik heb voor het mooie ook nog even de konijnendag outfit in elkaar geflanst. Look at this. Is dit niet cool of is dit cool, dames en heren? We done did it. Pasen is uitgespeeld. Nou, laten we nog eventjes een paasmand claimen. Ik wil eigenlijk nog 2 paasmanden claimen. Ik weet niet waarom. Maar wacht, ik laat wel zien waarom. En een paasmandje daar. Zo, paasmandjes op de uiteindes geplakt, jongens. We did it. En dan doen we ook nog eventjes de toverstaf in de handen. Even kijken. Op, 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 op. Vasthouden. And there we go, dames en heren. We did it. We hebben Pasen uitgespeeld. Bedankt voor het kijken naar deze aflevering van Animal Crossing New Horizons. Vond je het nou leuk, doe dan een duimpje omhoog. Ik zie je graag terug in de volgende aflevering. Wat dat gaat zijn, geen idee. Ik ga in de tussentijd natuurlijk weer lekker doorgrinden met mijn eiland. Bedankt voor het kijken. Geniet van je Pasen. Ook al is deze video veel later online. Doei doei!